Welkom bij de eerste video over het hoofdstuk 1 ontwikkeling van de tweede klas van HAVO-VWO alweer. Dit eerste hoofdstuk gaat over iets waar we het in de eerste ook al een beetje over gehad hebben. Armoede en rijkdom. Hoe is welvaart verdeeld over deze wereld en zo. En het eerste gaat even over ontwikkeling. Hè, want ontwikkeling heeft natuurlijk heel erg te maken met... of tenminste, het hoofdstuk heet ontwikkeling. Omdat het arm en rijk is dan heel makkelijk... makkelijke verdeling. Goed, we gaan even kijken. Wat gaan we de eerste paragraaf gelijk mee aan de slag? Arm en rijk. Hè, het grote verschil daartussen. En we hebben vorige keer ook al gehad over winnaars en verliezers. Waarbij de armen vaak ook de verliezers zijn en de rijken de winnaars. Vorige keer ook al wel eens gehad over die 80-20 regel. Die ligt natuurlijk een klein beetje anders, maar goed. Weegschaaltje erbij, 80% van de wereldbevolking die moet het met 20% van de welvaart doen. Dat is even eenvoudig gezegd. Dat betekent dat de andere 20% van de wereldbevolking 80% van alle welvaart op aarde tot zijn beschikking heeft. Nou, wij horen bij die 20% die de 80% heeft. Wij zijn heel rijk, we zijn als Nederland enorm rijk. En zeker hier in het Westen ook nog eens een keer... Dus wij hebben het heel erg getroffen. Alleen aan de andere kant is dat natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid die wij nu hebben naar de rest van de wereld. Want eerlijk is het niet. Nou, de eerste paragraaf, dat ga je zo meteen nog wel lezen. Of dat heb je misschien al gedaan. Dat gaat ook over olie. Mensen die illegaal olie aftappen. En de vraag die ik nog wel eens krijg van leerlingen is dan, hoe dom kun je zijn? Hè? Dat je in een olieleiding een gat gaat boren. Mensen zijn wanhopig. We gaan daar nog eventjes naar kijken hoe dat, wat dat nou het geheim erachter is. Worden nou altijd arme mensen armer en rijke mensen rijker? We hebben de paragraaf gaat over Nigeria. In Nigeria zit ontzettend veel olie. Nigeria is wat dat betreft een van de rijkste landen ter wereld kunnen zijn als ze dat op een slimme manier eruit de grond halen. Dat doen ze helaas niet en dat weten we ook nog maar sinds kort dat daar zoveel olie zit. Shell is daar een hele grote speler die ontzettend veel olie uit de grond haalt. Nou worden nou alle mensen armer die arm zijn. Natuurlijk raken mensen hun landbouwgrond kwijt. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld werken op de olie op de olieraffinaderijen. En die olie uit de grond halen, dat levert voor de werkgelegenheid. Alleen ja, dat zou misschien wel eens wat beter kunnen. Worden de rijken nou rijker? Ja, over het algemeen wel. De oliebazen worden heel veel rijker. De regering, sommige regeringsfunctionarissen die krijgen wel eens wat geld toegestopt, die worden ook rijker. Het is eigenlijk meer de kunst om te zorgen dat die welvaart die olie op kan leveren voor iedereen beschikbaar is. Nou, je ziet hier een plaatje, even een overzichtje. Dat gaat dan alleen maar over Shell. Die hebben dus 5000 mensen in dienst van de lokale bevolking. Nou, het zijn toch 5000 mensen die een betaalde baan hebben en over het algemeen misschien wel meer verdienen dan dat ze vroeger als boer zouden verdienen. Daar staat tegenover dat ze ongeveer 60% van de bekende reserves in hun macht hebben. Daarbij is Shell natuurlijk een hele machtige speler in zo'n land. Terwijl een land natuurlijk bestuurd moet worden eigenlijk door het volk, hè, democratie, door een regering die daar zit namens het volk. Maar zo'n grote maatschappij heeft dan ineens heel veel invloed. En dat kan soms wel eens, daar moet zo'n bedrijf ook heel verstandig mee omgaan. Nou, het netto inkomen van die olie, dat is dus ongeveer een 235 miljoen, of miljard, sorry, euro per, of dollar per jaar. Dat verdienen ze er zo'n beetje aan. Nou, dat zou zo'n land dus ook voor een groot deel kunnen verdienen. Dat gebeurt niet. Nou, er gaat een hoop mis. In het verhaal lees je de mensen die allemaal olie stelen en... het gevolg daarvan is, gaatjes in de olieleidingen, dat het milieu eigenlijk de klos is. Die mensen boren een gaatje om daar een beetje geld aan te verdienen, want die olie kun je vervolgens weer verkopen. Alleen ze zetten er natuurlijk niet een mooi kraantje op wat je vervolgens weer dicht kan doen. Dus dat gaat mis. Soms vliegt het in de fik, maar je ziet ook op het plaatje heel duidelijk, dit is allemaal... aangetast door de olie, is helemaal vies. En als je daar dus aan de grond zit, dan krijg je dus gewoon smerige handen. Die olie lekt uit die leidingen. Er zijn ook wel wat kleine lekkages geweest waar de maatschappij zelf de schuld van is. Maar de meeste van die schade is door de mensen zelf. Maar de vraag is natuurlijk, wie is aansprakelijk voor die milieuschade? Als de
oliemaatschappij zou zorgen dat die leidingen veel beter beschermd zijn, dat mensen daar niet bij kunnen, dan zou het niet gebeuren. Als die oliemaatschappij misschien zou zorgen dat veel meer mensen kunnen delen in die welvaart van die olie, dan zou het misschien ook niet gebeuren. Mensen zijn straat- en straatarm. En als je dan hier je akker hebt of in die rivier hier je vis vandaan moet halen, ja, en het is al verpest, dan heb je niet te eten. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je eigenlijk hetzelfde doen als al die mensen die ervoor gezorgd hebben dat dit zo'n puinhoop is. En dat is namelijk weer olie stelen. Nou, dat is een lastig conflict. Daar gaan we het later nog een keer over hebben. En ook dit soort conflicten komen in dit hoofdstuk veel aan bod. Aan de ene kant kun je zeggen, nou ja, mensen moeten verstandig met dingen omgaan. Andere mensen, maar soms kunnen mensen dat niet. En wie is nou aansprakelijk? Wie is nou schuldig? Wie moet nou de verantwoordelijkheid? Dat is misschien het beter woord. Wie moet nou de verantwoordelijkheid nemen? Je zou er heel idealistisch over kunnen zijn. Mensen zeggen van ja, mensen moeten die de verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dus de rijke mensen, grote bedrijven, West-Europa, Noord-Amerika. Die moeten de verantwoordelijkheid nemen om de wereld beter te maken. Want die kunnen dat. Andere mensen zeggen ja, dan moeten die mensen maar gewoon beter hun best doen. Want wij hebben ook, in de middeleeuwen was bij ons ook een puinhoop. En wij hebben er ook wat van gemaakt. Dus een lastig conflict. Goed, dat was hem even voor vandaag. Lees paragraaf 1 ook goed door. In de les gaan we daarmee aan de slag.